Ja, maar het is wat flauw natuurlijk om nou al die reacties af te doen als onzinnig. Er zaten er ook echt bij die mij in ieder geval een soort hoop gaven en ook warm maakten. Ik dacht, wauw, er zijn mensen die echt nog origineel... bijvoorbeeld, op de website nu.nl. Wertheim treedt het gehandicapte mannenzaal uit en er is een reactie van iemand die heet droge poepsteek. En die schrijft... Zullen we proberen om niet om iemands naam te lachen? Dat is gewoon niet leuk. Het is zo... Nee, maar zo oneerlijk. Verplaats je nou eens in iemand die droge poepsteek heet. Het is mij namelijk wel opgevallen dat er op internet bovengemiddeld veel mensen actief zijn met afwijkende achternamen. Want dat wil ik best toegeven. Het is een gekke naam, droge poepsteek. Oké. Maar... Stel, je bent een geëngageerd burger. Je wil je mengen in het openbare debat. En er is een inspraakavond van de gemeente. En jij, droge poepsteek, gaat daarheen. En je hebt je goed voorbereid. En je mag eindelijk naar de interruptiemicrofoon. En je zegt, ik wou nog even een paar dingen zeggen. En dat de voorzitter zegt, kunt u eerst even vertellen hoe u heet? En dat je dan moet zeggen, mijn naam is droge poepsteek. En dat je dan iedere keer weer de hoon voelt van al het gelach. Van de mensen die niet naar luisteren wat je te zeggen hebt, maar hoe je heet. Ja? Dus dat soort mensen denken dan en nemen het ze kwalijk. Weet je wat, ik geef mijn mening voortaan wel op internet. Dan wordt mij in ieder geval de vernedering bespaard. En dan kan ik me toch in het debat nemen. Want wat schrijft droge poepsteek over Bertrand Treit, het gehandicapte man, de zaal uit? Hij schrijft... Ik ken deze meneer niet. Ja, ik vind dat ontroerend. Want, al was het maar omdat hij daarvoor heeft moeten inloggen. He, dat is er niet uitgevloept. Hij moet gezeten hebben achter zijn computer. Toen dat gelezen hebben van... Goh, Wertheim treedt het gehandicapte man de zaal uit. Daarna meer dan 100 reacties van mensen die daar allemaal een mening over hebben. En toen moet hij gedacht hebben... Ja, maar toch mis ik ik mis iets in dit debat. Waar kan ik mijn mening geven? Want ja, dit is belangrijk. Nou, dan moet hij dus ergens enter ingedrukt hebben. Nieuw scherm moet laden. Hoe heet u? Droog poepsteek. Wat is uw e-mailadres? Droogpoepsteek@hotmail.com. Herhaal uw e-mailadres. Droogpoepsteek@hotmail.com. Wat is uw wachtwoord? Natte poepsteek. Bent u het eens met de voorwaarden? Ja, nou, eindelijk nieuw scherm. Cursor knippert. Nu kan hij eindelijk gaan formuleren. Ik ken deze meneer niet. Ja, enter. Maar dat is, dan denk ik, wauw. Want dan zal ik jullie vertellen, ik ken droge poepsteek ook niet. Ja. Maar het is iets wat je niet vaak hoort. Ik heb nog nooit gezien op televisie iemand die bij een straatinterview zegt... Oh, weet ik niet. Ken ik niet. Ik ken droge poepsteek ook niet, maar ik wil hem wel leren kennen. Dus ik ben naar Google gegaan. En ik heb droge poepsteek ingetikt. Dus één woord als je het thuis wil doen. En nou, wat blijkt, droge poepsteek laat dus al jaren zijn sporen na op internet. Ik heb thuis een hele droge poepsteek map. En ik kan je verzekeren, hij wordt steeds groter. Want er zijn steeds meer reacties... Een van mijn lievelingsreacties, ik kan ze niet allemaal voorlezen, is op de website geenstel.nl. Dat is een website met ditjes en datjes. Nou, op 8 oktober 2008 is daar de volgende discussie. En die gaat over Gaston, het eerste BN-slachtoffer van de kredietcrisis. Het eerste echte kredietcrisisslachtoffer is gevallen. Het Grand Café Jules van Gaston Starreveld staat te koop. Je weet wel, Gaston, de grote RTL4-stem en bekende presentator van de Postcode Loterijshow. Er zijn dus 248 mensen die daarop reageren. Die denken, wauw, in dit debat ga ik me mengen. Om 8:30 s'avonds logt droge poepsteek in. Allemaal terug te vinden. En schrijft. Zomaar een vraagje. Kan de Ajax ook op 0 staan? Maar wat een goede vraag van droge poepsteek. Ik zou het antwoord niet weten. En het is een eigenaardige plek waar hij hem stelt. Maar hey, een goede vraag komt vanzelf. Daar heb je niks over te zeggen. Die komt opeens opzetten. Dus ik denk, nou wordt het een interessant debat. Nog meer dan 100 reacties volgen. Ik denk, nou ben ik benieuwd wat de economen erover gaan.
niemand op die hele site reageert, maakt ook maar een lettervuil aan wat droge poepsteek hier op tafel stelt, kan de Ajax ook op nul staan. Nee, het hele debat, ik heb het helemaal gelezen, gaat vervolgens over de vraag of Gaston wel of niet op mannen valt. In iets andere bewoordingen. Ja, ik vind jullie een leuk publiek, dus ik doe er nog één. 17 augustus, dit is een hele mooie. Op de website www.meetandmeal.nl. Dat is een website voor managers in de vlees- en maaltijdsindustrie. Ik was daar nooit geweest, maar ik ben ook niet actief in die branche. De discussie die daar woedt gaat over figuurworst. Om 3:05 locht, dat is worst met een plaatje erin, hè? Ja. Om 3:05 locht droge poepsteek in om zich in dat debat te mengen. En dan schrijft hij. Zag deze worst ook liggen tijdens mijn 4-weekse all-in vakantie naar Turkije. Vond het toen al vreemd. Op een gegeven moment had ik alle reacties wel gelezen. Op een gegeven moment. Maar na 5 dagen was ik nog steeds voorpagina nieuws. Het was echt een rel geworden. Iedereen begon zich ermee bemoeien. En op een gegeven moment belde mijn impresariaat me op. En die zei, een aardige jongen die belde me op. Die zegt, Micha, ja, nu moet je reageren. Je mag dan nog zo gelijk hebben. Soms heb je daar niets aan. En er stond er die dag in het Parool, 5 dagen na een misverstand in Roermond, over 4 kolommen een interview met een revalidatiearts. En die revalidatiearts was woedend op mij. Want ik moest, schreef hij, maar eens naar het revalidatiecentrum komen. En dan mocht ik van hem een keertje in een rolstoel zitten. En daarna zou ik wel anders piepen. Dat was een beetje... Goed. Het lijkt me hartstikke leuk om een keer in een rolstoel te zitten. Maar ik weet niet... Het is toch leuk in een rolstoel? Als een kind een rolstoel ziet, wat denkt hij dan? Dan zegt hij, mag ik erin? En dan zeg je, nee, daar zit al iemand in.